Ik ben in Kuta op Zuid-Lombok en vandaag ben ik uitgenodigd voor een traditioneel huwelijksfeest van de Sasaks, de inheemse bevolking van dit eiland. Op het Indonesische eiland Lombok is 85% van de bevolking Sasaks. Deze bevolking is islamitisch, maar ze zijn nauw verwant aan hun Balinese buren die in het hindoeïsme geloven. De tradities rondom een huwelijksfeest bij de Sasaks zijn erg bijzonder te noemen. Wanneer een jongen en een meisje besluiten te trouwen, dan moet de jongen zijn toekomstige bruid ontvoeren vanuit het ouderlijk huis. En dat wordt hier gezien als een grote eer. Het moment van de ontvoering is het signaal voor beide families dat het stel gaat trouwen. De huwelijkszaken worden besproken en de organisatie van het feest wordt in gang gezet. Een Sasak bruiloft duurt 3 dagen. En op de laatste dag is er een processie door het dorp, waarvoor wij zijn uitgenodigd. Maar voordat deze begint, droppen we langs bij de band die in voorbereiding is. Dan is het mijn beurt. Al snel word ik door Kirsten op de dansvloer gepusht om mijn Hollandse, houterige dansmoves te laten zien. Gedanst. We moeten ons klaarmaken voor de processie. En daarvoor is traditionele kleding verplicht. Nice. Looking good. Wow, you look good. Yeah. De familie die ons heeft uitgenodigd bestaat toevallig genoeg uit lange mannen. En daardoor past traditionele kleding mij perfect. En dan komen ze erachter dat ik niet zo macho ben zoals ik er natuurlijk uitzie. You can use it with the bike. In het drukke Indonesische verkeer rijd ik geen scooter. En als man in Indonesië ben je dan totaal niet macho. No good boy! De processie is bedoeld om het nieuwe bruidspaar voor te stellen als man en vrouw aan het publiek. Familie, vrienden en dorpsgenoten lopen met elkaar 1 kilometer richting het ouderlijk huis van de bruid. Het eerste gedeelte loopt het bruidspaar apart van elkaar, gevolgd door de traditionele band.
bruidspaar mag niet lachen tijdens de processie. En ook het doorgaande verkeer moet in de gezellige chaos geregeld worden. Want vooral achteraan in de processie is het één groot feest. Het laatste gedeelte is het belangrijkste stuk van de processie. Dan komt het bruidspaar samen en zijn ze officieel man en vrouw. En als ook het feest bij het ouderlijk huis losbarst, kan Kirsten het niet laten om toch nog even de dansvloer op te gaan. Feest is over, maar dit was echt geweldig. Een van de vetste dingen die ik ooit heb meegemaakt.